Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je denkt misschien, Ro, het is maandag, what are you doing? Je uploaddagen zijn toch woensdag en zondag? Behalve van de afgelopen 2 weken, I know, I'm so sorry. Ik had het echt zo druk met mijn scriptie. En je girl heeft een beetje te veel hooi op de vork genomen, want ik was ook bezig met een project. En daar kijk je nu naar, want deze week is het op mijn kanaal de Vintage Week. En ik ga jullie nu vertellen wat de Vintage Week is. Ja. Dus wij gaan een budget. Amé? Ja? You still there? Gaan passen. Let's go. Hier. Hi. De jassen zijn hier. Hi. Is dit een wierook ding, Joost? Echt pretty. Dit is een schoenlepel volgens mij. Oh my god. Nee, wat? Beste ever. Misschien dit. Maar ik weet ook gewoon niet welke kleur. We kunnen ook gewoon een trouwjurk doen. Zullen we dat gewoon doen? Zijn we gewoon klaar? Mag ik een pompoen? Een neppen. Dan gaat ze. Ik ga stuk. Ik mag dus geen zwart, hè? En ik zie dus heel veel zwart. Ro heeft het koud, dus ze is een beetje aan springen. Dus ik vind het een heel erg spannend. Ik heb het nog nooit gedaan. 2 voor 18. Oh, zullen we even nu patatten? We gaan patatten. Kom, ja? Ik ben benieuwd. Dit voelt normaal, maar dit is zeker echt zo'n gare kleuren. Oh, ik wil zoeken hierin. Het ging nog goed, hoor. Daar gaan we. Oké, je kijkt dus nu naar de Vintage Week. Ik heb hier echt zoveel tijd, liefde, energie en plezier ingestoken. Dus ik hoop heel erg dat jullie het gaan kijken. Vanaf vandaag kan je dus elke dag om 3:30 een video verwachten. Tot en met zondag. Jawel. En elke video is gerelateerd aan vintage shoppen. Zoals je hebt kunnen zien zijn het challenges. Echt van alles met echt super leuke mensen. Dus ik hoop dat jullie het heel erg leuk gaan vinden. Dus dat was mijn aankondiging om gelijk met de deur in huis te vallen. Deel ik vandaag met jullie mijn favoriete vintage spots. Ik krijg altijd zoveel vragen waar ik het liefst vintage shop. Al is het een kringloop, een markt of een vintage winkel. En daarom ga ik deze met jullie delen. Voor degenen die het nog niet weten, ik woon in Rotterdam. En ik heb 2-3 favoriete winkels in Rotterdam. De eerste is Cheap Fashion en dat zit bij Blaak op de Meent. En ik vind die winkel echt super leuk. Ik slaag altijd. Cheap Fashion is dus geen kringloop, maar het is dus echt een vintage winkel. Je kan dus echt superveel merken vinden. Adidasjes, van alles en nog wat, maar ook gewoon niet merkenkleding. En het fijne aan deze vintage winkel is dat het niet zo duur is, vergeleken bijvoorbeeld met Episode. Of Zipper, wat ook heel leuke vintage winkels zijn. Maar daar ligt de prijs echt wel meestal boven de 20 euro. En hier is dat niet zo. Je hebt natuurlijk wel wat dingen waarschijnlijk die wat duurder zijn. Maar over het algemeen een relatief goedkope vintage winkel. Mijn tweede favoriete winkel is een kringloopwinkel in Rotterdam. Ik weet niet of er nou meerdere filialen zijn. Maar ik weet wel dat er meerdere filialen zijn in Rotterdam. En ook hierbij is mijn favoriet die bij Blaak. Ik Fijn is wel echt een kringloop. En je kan er dus home decoratie vinden en kleding. Daar vind je dus weinig tot geen bijvoorbeeld merken. Maar ik vind wel dat je echt heel veel keuze hebt. En je moet gewoon heel goed zoeken. Dat is sowieso mijn ultimate tip. Goed zoeken. In een kringloop of in een vintage winkel moet je niet gewoon eventjes zo snel kijken hoe je normaal in een winkel zou doen. Je moet echt gewoon heel goed zoeken naar treasures. Mijn volgende favoriet in Rotterdam is Episode. En ik heb hier al eerder over gesproken. Dit is vooral een hele fijne kringloop. Hij zit bij Witte de Witstraat. En hier kan je vooral merken vinden. Bijvoorbeeld Adidas, Nike. Echt van die kleding die zeg maar nu niet meer te koop zijn. Ik heb er deze broek van. Het fijne aan deze vintage winkel is dus dat er heel veel keus is. Het enige nadeel is dat het een beetje aan de prijzige kant is, vind ik zelf. Deze broek was bijvoorbeeld 25 euro. Nou, dat vind ik voor een tweedehands net iets te duur. Maar ja, toch wel een favorietje. De volgende, daar ben ik nog niet zo lang geleden geweest.
voor de eerste keer samen met mee naar Waterlooplein in Amsterdam. Ik wilde er echt al zo lang heen. En mee en ik wilden er sowieso echt al heel lang heen. Alleen, we waren er gewoon nog nooit geweest. Dus ik was echt surprised. Er waren zoveel leuke tentjes, kraampjes, zeg maar. En echt superveel vintage kleding. En ook daarvan gaan jullie deze week een vintage video van zien. De markt is er 6 dagen in de week op Waterlooplein. En echt, je vindt er echt van alles. Kleding, home deco, eten, zeer, zeer belangrijk. Dus de prijs is een beetje gemiddeld. Niet te goed, niet heel goedkoop, maar ook niet heel duur. Trouwens, er waren wel echt kraampjes waar alles voor 1 euro was. Dus het kan ook echt heel goedkoop zijn. Maar echt een aanrader. I love it. Wel even een tip. Kleed je super warm aan als je nu gaat. Want het is echt super koud. Dus je de hele tijd moet zoeken en wilt passen. Want ze hebben natuurlijk geen pashokjes. Dus je moet gewoon buiten passen. En dat is behoorlijk koud. Dus neem die tip van mij aan alsjeblieft. Om in Amsterdam te blijven heb ik ook nog Marbles. Volgens mij was Marbles de eerste video op dit kanaal waar ik ging vintage shoppen. En dat is ook echt geen kringloop. Het is echt een vintage winkel. Waar je dus kleding kan kopen. En ik vond het echt super mooi interieur. Ik weet eventjes niet meer welke straat het nou was. Jawel, weet ik wel. Ferdinand Bolstraat. Nou, en op de Ferdinand Bolstraat. Marbles, het interieur was echt super on fleek. Het was echt heel mooi. Echt zo'n leuke vibe. De mensen waren heel aardig. En ik weet dat ik daar nog heel veel heb gescoord. Als je die video trouwens wil zien, ik zal het linkje even hier in de beschrijving zetten. En dan eindig ik met 2 kringloopwinkels die overal verspreid zijn in Nederland. De eerste is Opnieuw & Co. in Dordrecht. En wauw, dat is echt zo'n leuke kringloop. Het is immens groot, dus je hebt zoveel keus en er zitten echt parels tussen. Ik heb echt zoveel kleding gekocht daar die gewoon helemaal nieuw waren. Gewoon geen enkele niks, gewoon een spikkespan. En wat vooral heel fijn is aan deze kringloop is dat het dus ook home en kleding is. Maar dat de prijzen gewoon super super laag zijn. En dan de laatste is Rattenplan. En ook hier zijn er meerdere winkels in Nederland van te vinden. Het is ook een kringloop waar je ook home en fashion kan kopen. En ook deze is mega groot. In ieder geval waar ik ben geweest in Den Haag. Hij was echt mega groot. Daar heb ik een video opgenomen met Lynette samen. En die komt ook deze week online. Dus stay tuned. Nou, Lynette en ik waren echt shook hoe groot het was. Dus ja, echt een aanrader. Oké, dat zijn mijn favoriete vintage winkels, kringloop, vintage markten bij elkaar van dit moment. Ik hoop heel erg dat jullie deze week leuk gaan vinden. En ja, laat me weten of je er zin in hebt. En dan zie ik jullie morgen met een nieuwe video. Om 4:30. Ik ben zo benieuwd wat jullie van deze week gaan vinden. Ik vind het echt zo grappig. Want heel veel van jullie vroegen mij van, oh my god, wanneer komt nou weer een thrift video online? Wanneer komt nou weer een thrift video online? En ik dacht echt, ik kan echt niks zeggen. Want er komen er gewoon 7 deze week. Heb je besef? 7. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat hieronder in de reacties achter wat jouw favoriete vintage winkel is. Of kringloop of tweedehands markt. En misschien kan ik daar wellicht de volgende keer heen. Dus let me know. Dat is wel raar om te zeggen, maar ik zie jullie morgen. Bye!